Ja, ik moet geen punt van als je spuit moet hebben, maar heb je spuit nodig. Maar als ze niet willen, ja, wat moet je eraan doen? Een aantal artsen van het Radboud UMC waren donderdag te vinden in het winkelcentrum Dukenburg. De artsen gaan elke dag in hun vrije tijd 1 à 2 uur de straat op om met mensen in gesprek te gaan over corona en vaccinaties. Ik werk op de intensive care van het Radboud ziekenhuis. En daar zien we dat de meeste patiënten van ons niet gevaccineerd zijn. 7 van de 10 mensen die bij ons wordt opgenomen heeft geen vaccinatie genomen. En een groot deel daarvan heeft daar spijt van als wij ze opnemen. Omdat ze ook niet altijd de goede informatie hebben gekregen. Bijvoorbeeld over de werking van vaccins. Dat het vaccin misschien of misschien niet zou beschermen. En daar hebben we gewoon heel veel wetenschappelijke bewijzen voor dat het vaccin supergoed werkt om ernstige beloop van COVID te voorkomen. Dus dat motiveert ons om ondanks alle diensten toch ook hier op straat te staan om mensen daarvan op de hoogte te brengen. De meeste mensen staan open voor een gesprek. Hier lopen zat mensen rond die niet zijn gevaccineerd. Wat vindt u daarvan? Dat ze niet gevaccineerd zijn, dat vind ik heel jammer, want het komt uit een stuk onwetendheid, een stuk angst. En ik neem aan dat dat hier geprobeerd wordt om weg te nemen. Ja, ik moet geen punt van als je spuit moet hebben, maar heb je spuit nodig. Maar als ze niet willen, ja, wat moet je eraan doen? Als anderen geen spuit willen, kun je er niks tegen doen. Had u zelf ook nog vragen? Nou ja, die boosterprik, hè. En ik snap niet waarom dat zo lang moet duren. De komende dagen gaan ziekenhuismedewerkers nog vaker in gesprek. De arts wil wel het volgende benadrukken. We willen absoluut niemand overtuigen ergens van, maar vooral in gesprek raken om die informatie die er is over corona te vertellen, zodat mensen zelf een beslissing kunnen maken.